Voor mensen met een beperking is het niet altijd even makkelijk om een sport te vinden. Toch heeft Ede veel mogelijkheden waar mensen met een beperking kunnen aansluiten om te sporten. Op zaterdag 15 juli werd in Ede de Multisportdag gehouden. Deze dag is speciaal voor mensen die slecht zien of blind zijn. Zij konden de hele zaterdag verschillende teamsporten uitproberen. Deze dag is speciaal voor mensen die blind of slechtziend zijn en kennis kunnen maken met diverse sporten die voor deze doelgroep aanwezig zijn. Ja, wat zijn dat voor sporten? Het zijn sporten allemaal in deze omgeving. Baseball for the blind bij de Moorfielders. En er is judo van stap voor stap. Showdown van Sportservice Veenendaal. Duo fietsen van de fietsmaatjes, de Vlei. En we hebben nog salsa for the blind die uit Arnhem komt. Ja, dat is heel veel. Wat ik vandaag vooral heb gezien is dat er onder andere gerend wordt. Dat er naar een object wordt gerend en dat je dan voelt of je er bent. Dat is een beetje het idee, hè? Ja, dat gaat eigenlijk allemaal op geluid. Dus we moeten eigenlijk ook heel muisstil zijn hier in deze zaal. Want we zijn dus aan het trainen, aan het oefenen. En in de bal zitten belletjes en mensen kunnen dus horen waar die bal zich bevindt. En zometeen gaan ze ook aan de slag met honken. Dus dan moeten ze naar een honk lopen en daar wordt geluid gemaakt bij die honk. En na dat geluid moeten ze toelopen. Waarom ben je ambassadeur? Ik vind het een heel goed initiatief dat mensen met een visuele beperking worden aangemoedigd om te sporten. En het grote voordeel van zo'n multisportdag is dat je meerdere sporten kunt uitproberen. En dan kijken wat bij je past, wat vooral ook niet bij je past, dat kan ook. Er is toch best wel veel aanbod in Ede als ik het zo hoor, maar kunnen mensen het wel vinden? Ja, dat is de grote vraag, ook voor vandaag. We hebben nu één groepje samengesteld. De verwachting was iets meer, iets hoger qua deelnemers, maar de mensen die hier zijn, die waren enthousiast en die willen het graag uitproberen. En de hoop is dat er wel wat blijven hangen, maar ja, er is aanbod. Nu moeten ze ons nog weten te vinden en lekker aan de slag gaan. Ja, want het is ook voor deze doelgroep is bewegen belangrijk. Absoluut, ja. En het is ook niet alleen belangrijk voor je fysieke welzijn, maar ook het sociale contact. En zeker bij zo'n teamsport zoals bij de Moorfielders is het alleen maar mooi meegenomen om deel te nemen aan zo'n sport. En met elkaar een prestatie neer te zetten. Je doet het niet zomaar. Het brengt jou ook iets. Wat brengt het jou dat je sport? Dat ik sport? Het brengt mij veel levensvreugde voor de mensen om me heen. Ik heb ook bewust gekozen voor een teamsport. Voor de vreugde van de mensen om me heen. Maar ook omdat het mij uit het isolement houdt. Ik ben naast blind ook doof. En als doofblind persoon kom je toch vrij snel in een isolement terecht. En sport is daarbij echt een uitstekend middel om daaruit te blijven. Ja, want in het leven te blijven staan. Wil je dat ook meegeven aan de mensen die vandaag hier komen kijken? Wil ik zeker meegeven aan de mensen. Ja, hebben jullie ook gewoon een topteam? Ja, dat klopt. Ja. De Moorfielders zijn de tweede vereniging die baseball voor de blind geven. En dat betekent dat er maar twee verenigingen zijn. En dat betekent dat daaruit mensen geselecteerd kunnen worden om deel te nemen aan het oranje team. Dus als je er heel goed in bent en wilt, dan kan je gewoon meedoen aan het team van Oranje. MUZIEK